Saam met my in studio is Lorien, die organiseerder van die Mr. en Miss Jacaranda Show 2014. En Nadia van Mall at Reds, hulle is die hoofsponsor van die Mr. en Miss Jacaranda Show 2014. Welkom hier by ons, dames. Dankie. Alright, nou, eerstens, vertel my bietjie meer oor Mall at Reds' sponsorship. Wat 'n bydrae het julle gemaak aan die show? Weet jy, Anai, Lorien het ons kom sien en vir ons natuurlijk een baie goeie proposal gee in termen van hoe ons betrokken kan wees. Het was ons baie lekker, het was een goeie ervaring. Het is iets wat ons nie gereeld al gedoen het nie. Ons gevoel, ons kan betrokken raak in termen van, jy weet, die jeug spesifiek, omdat het jong ouens is wat deelneem. En ook, jy weet, vanuit die ander oogpunt, gewoonlik is jou shoppingcenter bemarking behels nie sulke goed nie. So ons onwys vir ons betrokken raak in community en mense wat gewone, ja, en die mense wat gewone gedoen, sulke klein goedjies, wat dalk nie so uitstaan in die community nie, waar Lorien baie hard werk aan die event soos hierdie. Dit was nice om betrokken te kan wees, al kom het voor as iets kleins, was het lekker om deel te wees en te kan sê, ons is deel van so'n groot event. Nou vertel my een bietjie meer oor Mall at Reds. Wat type mall is dit en waar is dit? Weet jy, dit is op die hoek van Hendrik Verwoerd en Rooihuiskraal. Is een baie groot besige intersectie. Ons is een 50.000 square winkelcentrum met omtrent 120 winkels. En ja, ons is baie loyaal teen ons mark, ons het een klein mark, of een relatieve klein mark, en ons het baie loyale mark, ons mense in ons area is ons baie belangrijk. En ja, ons groei baie, ons het in 2003 oopgemaak, toe het ons in 2009 aanbouwings gedoen, en dit gaan baie goed met ons centrum. En contactbesonderhede, hoe kan mense die mall in die hande kry? Ons is op Facebook, onder Mall at Reds. Dan is ons dit een website, www.mallatreds.co.za. En ons telefoonnummer is 012-656-8957. Het julle dames een boodskap vir ons jeug? Ja, ek sal sê, alhoewel jy dink, jy begin klein, bly steeds groot dink, want moontlikhede is daar buiten. En daar is mense soos Lorien, wat veel geleenthede kan skep, en een platform kan skep om iets te bereik, en moet nie denk dit wat jy wil bereik is klein nie, daar goed groei, en hulle word groot. Ja, nee, definitief, en ek denk soos wat ek is wat geleenthede skep met my bezigheid, denk ek is het amazing om te weet dat daar corporate mense is, soos Mall at Reds, wat ook achter ons jeug inspring en sê, weet, hier is een financiële bydra of een borgskap, ons glo in julle toekomst, so gaan groot, glo in jou drome, werk hard, en jy gaan bereik wat jy graag wil bereik. Bye bye, dankie dames. Was great om jullie te hê. Dankie.